Wij zijn TV is vandaag aanwezig bij de camping De Vechtvallei, gelegen in de mooie buurtschap Diffelen. Om de corona een beetje te vergeten, zijn deze twee eigenaren met een bijzonder project begonnen. Een puzzel van 42.000 stukjes. Ze hebben het idee gevonden om hier de kinderen en de ouders, met bepaalde maatregelen natuurlijk voor de corona, hierbij te betrekken. Welkom op De Vechtvallei. We zijn heel erg blij dat we hier heerlijk de ruimte hebben. We hebben de huiskamer van Rezen en Diffelen. Dat is onze kantine. En daar ligt nu een tafel van 8 bij 2,5 meter om een jetsen van een puzzel te leggen. En die puzzel die bestaat niet uit 2000 stukjes, niet 5000 stukjes, niet 10, niet 20, niet 40, maar 42.000 kleine stukjes. En het is op een slechte dag zag ik een reclame van die puzzel langskomen. Ik dacht, dat is leuk. Nu houden we wel erg van puzzelen thuis. En ik denk, als we die knots kunnen, nou, waarom niet? Wat houden we ons tegen? Nee, zeker. En we hadden die lockdown. En we dachten, we hebben tijd, die kinderen hebben tijd, we gaan naar de gang. De buurtkinderen hebben tijd, die kunnen ook helpen. Ja. En, dus de kinderen, toen die aankwam, konden de kinderen niet wachten om hem open te maken. Een hele zware, grote doos. En gelukkig waren er nog wat vriendjes van de kinderen er. En toen gingen ze van start en toen dachten we, wow, dit is wel echt een mega project. En eigenlijk ook wel echt een project om ja, te kunnen doorzetten, want... Ja, voordat je een puzzelstukje bij een puzzelstukje hebt gevonden, nou, dan ben je wel een paar uur verder, vrees ik. De puzzel zit verpakt in 7 zakken van 6000 stukjes. En we doen een zak voor zak voorlopig. We gaan binnenkort een tweede zak openen van de andere kant van de puzzel, zodat je met meer tegelijk kunt puzzelen. Het is een reis om de wereld. Dus we gaan een heel aantal monumentale gebouwen passeren de revue. Ja. Van de tekens van Hollywood, maar ook de Vrijheidsbeeld, de Platte Brug in Amsterdam. Je steeds weer de moed hebben om gewoon weer, we gaan weer aan de puzzel. En dan komen dan weer andere kinderen van de buurt en de volgende dag komen er weer nieuwe kinderen van de buurt. En zo heb je toch een beetje saamhorigheid. Hè? Natuurlijk met alle coronamaatregelen moet je natuurlijk wel aanhouden. Laat de kinderen toch onderling elkaar nog een beetje zien. En samen hebben ze ook een goed doel. Ze doen het niet voor niks. Ze steunen familie Pauw uit Papua Nieuw-Guinea, die daar bezig is om een bijbelvertaling te maken in die taal. En ze geven leiding aan een school voor vertalers. Wat vind je het leukste aan puzzelen? Dat het soms ook een beetje moeilijk is en dat het soms ook een beetje grote puzzels is en niet alleen maar makkelijker. En wat vind je ervan dat er allemaal buurtkinderen komen puzzelen hier met jou? Leuk. Dat we ze kunnen helpen. Kan je vertellen wat je het moeilijkste vindt aan de puzzel? Dat ze niet al meteen bij elkaar liggen. Ja, en lukt het je ook om de goede stukjes te vinden? Ja. En hoe doe je dat dan? Rotkeren. Alle rood bij rood en groen bij groen. Alle bordjes bij bordjes. Nou, wil je meehelpen? Dat kan, zou ik super leuk vinden. Je kan altijd eventjes bellen naar de receptie van De Vechtvallei. Je kunt een afspraak maken, zodat er op gezette tijden voldoende mensen zijn. Dus niet te veel in de kantine. Maar we hebben alle hulp is welkom. We zouden het super leuk vinden om jullie ook te ontmoeten hier op De Vechtvallei. En dat we samen deze prachtige puzzel gaan afmaken met elkaar. De kracht van gewoon doen.